Hoi, welkom terug bij ons boerenleven. Ik ben Marcel Kooijman en we zijn weer het land bezig. Het is droog. Ja, dat weten jullie zelf waarschijnlijk ook al. En toch ben ik begonnen met winter klaarmaken van de eerste percelen, de groene mest inzaaien. Ze geven voor volgende week geven ze wel wat regen af. Dus ja, als dat gaat vallen, dan wil ik wel graag al wat gezaaid hebben. En als het niet valt, ja, dan hoop ik maar dat dat zaad wat ik hier nou aan het zaaien ben, dat dat dan nog niet aan het kiemen is. En dat dat dan later kiemt als het dan wel gaat regenen. Maar ja, als het dan gaat regenen, dan moet je ineens alles tegelijk doen. En dat gaat dan ook weer niet. Dus er toch voor gekozen om de zaaicombinatie klaar te maken. Ik zit in de 195, waar we normaal ook de slangen mee aanleggen met beregenen. De beregening zelfs bestaat ook nog steeds aan, uiteraard. Dus die hebben we afgepikt, zaaicombinatie aangepikt en groenmest in zaaien. Het lijkt wel een woestijn hier buiten. Zo droog. Goed. Het zaad ligt er wel netjes in. Het ligt droog. Dus wat dat betreft. Ja. Hier heeft gras het gestaan. We hebben gevreesd, bewerkt, mest opgereden, nog een keer bewerkt. Dat is alleen maar goed voor onkruid. Ja, de bovenste laag is wel keurig droog. Dus wat dat betreft. Ja. Er zit niet veel vocht in de grond. Dus we hebben echt wel regen nodig om die groene mest in boven te krijgen. Maar goed, er zal vast nog wel een keer regen komen. We krijgen meestal gemiddeld op een heel jaar 800 mm regen. We hebben dit jaar er maar 300 gehad. Dus als we die laatste 500 mm nou nog in de laatste paar maanden moeten krijgen, dan gaan we nog wat meemaken. Het is ontzettend droog. Is het nou verstandig om te zaaien? Ja, wie zal het zeggen. Gisteren toen ik op de weer apps keek, gaven ze nog een millimeter of 5, 7 af. Over een paar dagen. Kijk je nu, dan geven ze weer maar 1 of 2 mm af. Ja. Wat moet je nou? Je wil graag je groenmest in zaaien. Moet goed gebeuren. Maar je weet niet of het gaat regenen. En dan heb je de boel aangepikt omdat het gaat regenen. En dan ben je aan het zaaien en dan gaat het niet meer regenen. Eén ding is wel. Dit zaad. Wat we nu gezaaid hebben. Ligt zo droog. Dat het moet of niet regenen. Zodat het helemaal niks doet. Of moet 10 mm regenen. Om dat te kunnen kiemen. Maar als het nou volgende week toevallig een millimeter of 2, 3 doet, ja, dan heb je weer kans dat het zaad gekiemd ligt en weer verdroogt. Maar het is en blijft een gok. Hetzelfde geldt krijgen 50 mm. Je weet het niet met die buien. Ja, je wil wel groentemest in zaaien. Je wil wel gewoon door. En anders komt alles op één hoop. Dat hou ik niet. Asp is ook bijna klaar. En ik ga weer terug de schuur in. Mijn rooier terug aanpakken. En als het daar regent, dan wil ik ook een boot gedrooien. Waar ik me dan wel iedere keer nog over blijf verbazen, is hoe sterk die bieten dan blijven. Je ziet wel wat tekening dat ze last hebben van de droogte. Het is niet dat ze liggen te slapen, dat wil zeggen helemaal slap liggen, plat liggen van een droogtekort. Er zit dan een redelijk mooi gewas op, of een redelijk mooi fris blad op. Dus dat valt me dan nog niet tegen. Je ziet dan maar weer hoe sterk zo'n biet kan zijn, hè? Hoe diep die de grond in kan gaan. En toch dat laatste beetje vocht wat er is, eruit weet te halen om zich tanen te houden. De aardappelen daarentegen, die gaan hard achteruit. Dan zie je ook echt wel verkleuring in van de droogte, de verdroging. Dat is dan weer jammer. We zitten eigenlijk, ja, dan begin half augustus. En augustus is eigenlijk de maand dat aardappels de kilo's moeten groeien. Dus die, ondanks dat we wekelijks terugkomen met de regenhalspoel, trekt dat weer er wel heel hard aan. En dat gaat niet goed. Dat gaat veel kilo's kosten. In heel Europa. We hebben weinig geluk hier op Eiland Tolen. Dat de aanvoer waar wij vanuit beregenen, dat consistent genoeg is om te mogen blijven beregenen. Maar de rest van Zeeland mag al niet meer beregenen. En er zijn in de rest van Nederland zijn er ook al verschillende plekken beregeningsverboden. Maar als het zo droog blijft zoals het nu is, dan gaan ze bij ons ook consequenties opleggen. En dat is niet alleen slecht voor het gewas. Maar dat wil ook zeggen dat als we toevallig, ik zeg over 3 weken, 4 weken, alsnog besluiten om die aardappels te willen gaan rooien, dan gaat dat ook niet. Maar je moet beregenen om te kunnen rooien. Omdat we van trekker veranderd zijn voor te rooien, zijn we ook veranderd van banden. Omdat de trekker die we nu hebben, die stijl brede banden, om voor de rooier te kunnen rijden. Om op te kunnen zetten door de spoeisporen. Met die vorige rooier reden we smalle wielen en nu rijden we brede banden. Maar dat betekent ook dat je andere banden moet kopen. Dus we hebben voor deze 8630 hebben andere banden gekocht. En die hebben we ineens op breed spoor gezet, hetzelfde spoor als de trekker waar we mee spuiten, zodat die goed past op de spoeisporen om doorheen te rijden, zodat het met rooien ook beter gaat. We hebben die banden erop gemonteerd, die zijn erop gemonteerd. De voorwielen zijn ook op breder spoor gezet. Nu moeten we nog de spatborden even iets beter passend maken, zodat die ook gewoon op de goede plek staan. Gaan we dat eerst maar eens doen. Dat heb je als je andere haten gebruikt dan ervoor. Die zitten vol met rotzooi. Die lopen stroef. Dus ik krijg die bouten niet vast. Dus ik heb snel nog een keer ingespoten. Een paar keer opgeruimd. Dus ik hoop eigenlijk nou dat het een beetje opgelost is door spul. Dus ik ga het eventjes het ontroestingsmiddel zijn werk laten doen. En kijken of het dan over een paar uurtjes beter gaat. Ik heb net nog even een paar zakken met zaad gebracht voor de laatste rondjes van dit perceel. We hebben de eerste 15 hectare groentemesting ook weer gezaaid. Ik ben benieuwd, ze geven nou voor volgende week, eind volgende week, het meer regen af. Dus we zullen zien of dat ook inderdaad wel zijn vrucht afwerpt. We gaan een maandag weer verder met groentemesting zaaien. Ik was eerst van plan om vandaag nog een ander perceel op te zoeken. Maar ze geven voor een maandag en een dinsdag geen regen meer op. Dus dan kunnen we dat dan mooi doen. Ik heb niet meer gefilmd. Ik heb vanmiddag even die verjaardag gevierd van mijn zoontje. Die was jarig, dus dit was het voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende. Hoi!